speelde dit anonieme avondlied samen met het Rundfunk Symfonieorkest Berlin onder leiding van Nicolas Racquelli. En zij is dus straks te horen als soliste in het zondagmiddagconcert om 14:00 naar de muziekfabriek. Ken je overigens de scène uit Kubrick's film waarin een ruimteschip ronddraait uit die film A Space Odyssey uit 1968?
in bed krijgen. Wat zou...